Welkom bij dit nieuwe webinar. Deze gaat specifiek over een huis kopen. En ja, het klopt dat ik al meerdere webinars heb gegeven voor jou en andere mensen die willen verbouwen over een huis kopen. Maar het is actueel. Het komt vaak voor. En in dit webinar over het huis komen denk ik best wel veel nieuwe tips over een huis kopen. En daarnaast is er een hele andere reden dat ik dit webinar geef, want het is voor Paul. En Paul die wil dit huis kopen, wellicht, heeft een best groot aantal risico's. En daarom leek het mij gewoon goed om hier naar te gaan kijken. Dus ik stel voor om maar meteen aan de slag te gaan. En ik heb het eigenlijk gedaan. Ik heb de analyse van het huis al grotendeels gedaan. Ik ga daar wel met je nog even kijken naar de indeling van het huis. Want er moet wat verbouwd worden. Maar we gaan eerst even kijken hoe je nou zo'n risicoanalyse maakt. Want ja, het is misschien niet het allerleukste om te horen. Maar als je een nieuw huis gaat kopen. Dan zijn er een aantal stappen te ondernemen. En ja, de grootste verleiding is natuurlijk om gewoon te beginnen met bieden. Kijken, ja. Of jullie eruit komen en dan een huis te kopen en te gaan verbouwen. Maar het is gewoon opvallend en het is een beetje een stokpaardje van veel mensen. Maar het is echt zo dat veel mensen meer tijd nemen om een nieuwe auto te kopen dan dat ze doen om een nieuw huis te kopen. En dat is eigenlijk heel erg vreemd. Volgens mij wordt het dan redelijk filosofisch waarom dat zo is. Er zijn mensen die denken dat het komt omdat mensen een huis kopen eigenlijk zo moeilijk vinden. En dan een beetje blokkeren. En dan alleen nog maar hun gevoel laten spreken, want je moet je er toch eenmaal goed voelen. Nou, dat klopt natuurlijk helemaal. En een auto is te begrijpen, is te vergelijken. Kun je in de Kampioen kijken, je kan in de Autoweek, ik weet niet wat voor bladen er allemaal zijn om auto's te vergelijken. En dat is dan nog zeg maar... goed te vergelijken met andere modellen. Je vergelijkt een Peugeot met een Volkswagen. Wat voor bekleding, hoe veilig is de auto, wat kost die, hoe duur zijn de opties, et cetera, alle accessoires. Dat is nog redelijk makkelijk te vergelijken en daarom zie je gewoon dat heel veel mensen, althans dat is dus een van de analyses en ik vertel het omdat ik daar toch wel het idee van heb dat er wel een kern van waarde in zit. Het is gewoon zo makkelijk om een auto te vergelijken en je er ook helemaal in te verliezen. Met alle opties en alle lijstjes en tabelletjes. En een huis is natuurlijk uniek. Ik heb het alleen over bestaande woningen, dus het verbouwen van woningen en het aankopen van woningen. En dan is gewoon ieder huis uniek. En dat suggereert dat je het met niks kunt vergelijken. Dat de prijzen ook niet vast liggen. Dat er ook nog fors onderhandeld kan worden. Dat er bouwkundige gebreken kunnen zijn. En dat totaalplaatje zorgt ervoor dat je dat er mensen zijn die daardoor gewoon dichtslaan. Of in ieder geval niet die complete analyse maken. Dat is natuurlijk gewoon een zonde. Dus daarom dit lijstje heb ik even gemaakt. Want dit is het stappenplannetje. Voordat we dus even kijken naar het echte huis en de plattegronden. Wat ik altijd adviseer. Ik zou het redelijk simpel houden. En dan voor de dingen die moeilijk worden, dan ga je een specialist erbij zoeken. Zoals ons voor de kosten, maar ook een deskundige voor asbest, eentje voor houtworm, eentje voor vocht. Een constructeur als scheuren in de muren zitten. Een aannemer gewoon voor algemene bouwtechnische problemen of als je echt aan de slag wilt. Maar dat is allemaal vervolgstappen. Ik zou eerst voor jezelf gewoon alle aandachtspunten opschrijven aan het huis. Dus je leest funda, je bent misschien bij het huis geweest, je hebt de makelaar gesproken, de vorige eigenaar of de huidige eigenaar. Wat zijn alle aandachtspunten van het huis? Dus, zit er dus asbest? Is er een bodemvuiling? Zit er een tank in de grond? Is de trap al, als het appartement is, is die niet netjes? Is de achterstand van de vereniging van eigenaren of is die er überhaupt nog niet? Al die punten zou ik gewoon noteren en dan gewoon. Het is dan belangrijk om gewoon achter elkaar gewoon door te schrijven. En niet zozeer bij ieder punt heel erg stil te gaan staan van wat is hiervan de oplossing? Of wat gaat dit kosten? Of wat is het risico hiervan? Nee, gewoon doorschrijven. En pas daarna, als je natuurlijk ook nog even je partner hebt gevraagd. Misschien heeft hij ook nog iets opgevangen.
Of zie je op Funda toch nog iets waar je denkt, nee, dat is misschien wel vreemd, het hoort niet bij het huis. Of wat dan zit dus bijzonder aan het huis. Is mogelijk risico, hè? Want het gaat natuurlijk om het in kaart brengen van risico's. En dan vervolgens de totale kosten van die woningkoop in beeld brengen. Die wil je gewoon allemaal eigenlijk in kaart brengen. En dat is een beetje een utopie, want je weet nooit alles. En, maar even doorgaande op hetgeen wat ik net vertelde van die vergelijking met die auto. Ja, zeggen weer andere psychologen of andere mensen die erover na hebben gedacht. Die zeggen, het komt, mensen willen het niet, hebben het daar niet over of die staan er niet bij stil. Omdat ze zeggen dat je het toch nooit zeker weet. Je kunt het toch nooit goed doen. Nog meer van die open deur. En ja, ik heb er eigenlijk een redelijk uitgesproken mening over. Want ik vind dat je beter een slechte inschatting kunt maken van een risico dan geen inschatting. Ik heb dat hier nog even uitgeschreven. Dus lees het gerust even rustig door. Maar ik vind niet dat je kunt verschuilen, want dat, zo zie ik dat gewoon. En wat belangrijk is, ik zie dat nog redelijk vaak misgaan. Dat mensen zeggen, ja, ik wist al dat er iets had van houtworm, maar hoe weet je nu of het echt houtworm is? Hoe weet je nu wat de echte kosten daarvan zijn? Hoe weet je nu wat de echte gevolgen daarvan zijn? En dat die vloer eruit moest en dat het plafond eruit moest en dat ik 3 maanden niet in die woning kon. Hoe kon ik dat nu weten? Want dit valt toch heel erg tegen. Ik denk, ja, deels wel waar, deels niet waar. Ik denk dat als je het wil uit laten zoeken, kost misschien wel wat tijd en misschien zelfs nog wel geld voor zo'n bedrijf. Alhoewel, vaak doen ze een analyse nog wel vaak gratis ook. Maar het heeft ook vaak te maken gewoon, en dat is een beetje confronterend vaak, dus achteraf vertel ik dat meestal niet, maar jij kijkt dit nu vooraf. Dus ik zou zeggen, ga er wel tijd aan besteden. En natuurlijk kun je dan even andere dingen niet doen. En ik vind zelfs bijvoorbeeld sporten ook heel erg leuk. Maar sommige dingen moet je dan even laten schieten. Omdat ja, die risicopunten bij een huis kopen zijn gewoon erg groot. En dat kan je gewoon veel geld kosten. Maar goed, we gaan nu gewoon lekker inhoudelijk door. Dus ik klink misschien een beetje kritisch, maar ik zie het gewoon zo vaak misgaan. En ook gewoon nu nog, terwijl ik dit al... En ook andere mensen, ik bedoel, heeft niks met mij te maken, hoor. Dat is al zo vaak gezegd. En dan hoor je op een verjaardag weer hetzelfde verhaal. Dan weet ik zeker dat er mensen op die verjaardag zitten. Die ook binnen nu een 10 jaar een huis gaan kopen. En die stappen er dan weer met beide benen in, zeg maar. Die maken soms weer dezelfde fouten. En dat is natuurlijk gewoon, ja, gewoon kostbaar. Dus we gaan gewoon een lekkere lijstje maken. Het hoeft ook helemaal niet zo moeilijk te zijn. Stuk voor stuk gaan we de risico's doornemen. Dan ga je ze waardering geven. Ik zou zeggen ABC, maar voel je vrij om daar 1 tot en met 5 neer te schrijven. Maakt eigenlijk niet uit. In ieder geval een gradatie van ja, hoe belangrijk het is. Ik zou zeggen A is het belangrijkste. Vervolgens zet je dus alle A-onderdelen bij elkaar. Alle B's bij elkaar, alle C's bij elkaar. Vervolgens ga je binnen die A's ga je kijken, ja, welke vind ik nou echt een groot risico. Hè? Stel dus nogmaals die houtworm, van ik zie overal gaatjes en borengaatjes in het hout en ik zie boormeel op de grond liggen en dat vind ik echt een groot risico. De rest is het huis wel prima, of ik zie ook nog een beetje wit, een beetje vocht in de kelder. Nou, dan zou je kunnen zeggen die houtworm is de eerste A en daar ga je op focussen om dat echt helemaal uit te zoeken. Nou, vervolgens ga je dan wel naar de vocht en al die andere punten. En zo werk je eigenlijk je lijstje af. Of het moet zo zijn dat, stel dat we gaan even door met de houtworm. Stel nu dat het houtwormprobleem in huis zo groot is dat, stel het is een houtskletbouwhuis, hè, die heb je ook in ons land. Natuurlijk heel veel in Amerika, maar ook in ons land heb je houtskletbouw. Stel dat er zoveel houtwormen zit, echt in extremo, of zoveel ongedierte in het huis, dat het gewoon ja, geheel of deels moet worden afgebroken. En de kosten ja, die komen gewoon voor jouw rekening. Of je kan niet echt wat regelen met die oude eigenaar. Of huidige eigenaar. Ja, je moet überhaupt ze wel willen om zo ver te gaan. Maar stel dat het nu zo dat eruit komt. Dan ga je natuurlijk helemaal niet door met punten. Die staan nog meer bij A en bij B en bij C. Dan is het gewoon einde verhaal. Mocht je door willen gaan. Ben je nog steeds... positief over het huis, denk je, nou ja, er hoort altijd wel iets bij. Dan ga je gewoon prima.
Je zet achter ieder risico een bedrag. En wat ik al zei, want weet je het niet zeker, schat toch wat in of bel iemand op die het kan weten of zoek het uit. Maar in ieder geval niet een, ja, niet een vraagteken zetten, want een vraagteken is in de praktijk niets. En daarmee word je ook achteraf net zwaar geconfronteerd, want ook dan is die rekening niet niets. Dan ligt die echt in de brievenbus en moet je hem gewoon betalen. Dus niet nul opschrijven zou ik zeggen. Nou, je kan al die risicopunten, maar dan gaan we eigenlijk een beetje fase 2 in. Een soort, ja, het hoort er eigenlijk wel bij, dat je de kans inschat waarin zeg maar, het risico voor kan komen. Stel een scheur in een muur, waarschijnlijk is het gewoon een klein scheurtje wat, ja, wat misschien wel zich een beetje ontwikkelt. Misschien 1 centimeter in de 20 jaar, alhoewel is al best veel, maar goed, laat dat zijn, maar niet meer dan dat. Nou. Maar het zou ook kunnen zijn dat de fundering gewoon slecht is, dat het huis opnieuw gefundeerd moet worden. Dan kun je zeg maar een kans inschatten van hey, een nieuwe fundering of een fundering op een hoek van het huis waar het zeg maar slecht is, kost 12.000 euro. De kans dat het voorkomt is misschien 50%. Nou, dan neem ik 6.000 euro mee. Al die posten tel je op. Dan zou ik zeggen post onvoorzien eroverheen, want er zijn altijd dingen die je niet ziet. Het is helaas, maar waar. Overleg met jezelf of je de totaalkosten van de woning kunt dragen, wilt dragen, of je de woning dat gewoon waard vindt. En je hebt dus nu eigenlijk twee bedragen. Zeg maar die 12.000 euro van, hey, als het echt nodig is, en stel dat houtvorm echt nodig is, misschien kost het ook nog een keer 15.000 euro. Om echt alles te doen, is wel heel veel voor houtvormbehandeling, maar toch. Dan heb je 27.000 euro aan zeg maar, ja, risicoposten. Als je daar het kansbedrag in meeneemt, bijvoorbeeld die 50% die we net hadden, dus die 6.000. En stel het houtworm heel erg mee, wat is met 1.000, dan heb je zeg maar 7.000 euro als, ja, als waarschijnlijk risicobedrag. Ik heb het redelijk plat gehouden, je hebt er allerlei technische termen voor. Ik wil dat eigenlijk een beetje vermijden hier. Dus ik heb maar genoemd maximale risicobedrag en waarschijnlijk risicobedrag. Je hebt in ieder geval die twee bedragen. En het maximaal, dan heb je echt een soort worst case scenario. En dan weet je gewoon, nou, het zou dat kunnen zijn als alles echt tegenvalt. Nou, dan heb je dus die bedragen. Je overlegt met jezelf of je het huis, dan überhaupt nog wilt. Je overlegt met je eventuele partner of die ook nog geïnteresseerd is. En zo ja, dan ga je door. Nou, we gaan snel naar het huis toe. Want dit was een beetje de analyse van de stappen, nog met voorbeelden. Ik zal de link onder de video zetten hier naartoe, mocht je dit op YouTube zien. We gaan naar het huis wat Paul op het oog heeft. Het is een mooi huis, een leuk huis, een vrijstaand huis met een kelder eronder. We gaan terug naar de plaatjes. Je ziet een beetje, er zit een aanbouwtje aan. Het is ja, best wel een speels gevormd huis. Ik zal even de begane grond laten zien, hier. Dus ja, dan krijg je wel denk ik, een goed beeld. Je komt hier binnen, je gaat links naar de woonkamer en hier heb je die aanbouw. En hier is de keuken. Ja, en hier is vervolgens nog een soort, noem het een eetkamer of een achterkamer. En hier is een bergkast en hier ga je ook nog de kelder in. Maar goed, dit is dus begane grond. Ik zal ook even de verdieping laten zien. Nou, hier zie je die verdieping. Ik probeer nog even in te zoomen. Zo, ik denk dat het nu iets beter te zien is. Je ziet dat je hierboven komt. Dan heb je een slaapkamer, hier en hier een slaapkamer en ook hier. En hier een badkamer. En het is hier een beetje vreemd, want je komt hier de overloop boven. Dan is er een heel smal deurtje hier. Ga je als het ware al een beetje een soort voorportaal in naar de badkamer. En vanuit dat voorportaaltje kun je in de slaapkamer. Dus je ziet dat deze slaapkamer wat moeilijk bereikbaar is. En natuurlijk als een van de kids, stel dat die hier slapen, de badkamer gebruikt. En de deur op slot doet, dan zit je feitelijk gewoon echt opgesloten in je eigen huis. En dat, ja, is waarschijnlijk wel te overzien, maar ik denk dat het gewoon niet zo prettig is. En ook helemaal niet nodig, want je kan ook gewoon prima hier een deur maken en dan dit gewoon een beetje openmaken. Dus hier moet gewoon wat verbouwd worden. Laten we dat meteen maar even
doen. Ik zal ook even het kostenmodel laten zien waarbij je zelf die kosten kunt berekenen. Maar laten we nu maar heel het luchtje er even inschetsen. Zo. Dus eigenlijk zeg ik die deur eruit, die kast eruit die ook tegen de muur aan zat. En hier gewoon ruimte brengen. Zo. En dan ga je eigenlijk gewoon hier een beetje traditioneel, maar dat lijkt me toch wel het beste. Ik zou zeggen, het is een hele grove schets hoor. Het gaat maar meer om het beeld. Dat is niet zo heel erg lastig. Maar dan zou ik zeggen hier een deur die zo open gaat. En bijvoorbeeld de slaapkamerdeur die zo open gaat. Dus dan heb je gewoon dit als badkamer. Ik denk een net zo praktische badkamer als zojuist. Misschien wel iets praktischer, misschien iets minder speels met dat muurtje erin. En het voorportaaltje. Maar ik denk dat de woning zo een stuk praktischer wordt. Dus dit is een kleine verbouwing. Met waarschijnlijk nieuwe deuren. Of misschien deuren verplaatsen als het een beetje mee zit. Maar wel ben je natuurlijk hier de vloer aan het vernieuwen. Het plafond, alle wandafwerking. En waarschijnlijk ook in deze kamer. Maar wellicht wil je toch wel wat doen. Alhoewel, de woning is in best goede staat. Dus dat moet gebeuren op de verdieping. Nou, ik ben even naar de verbouwkosten toegegaan, dus laten we even berekenen wat deze verbouwing boven gaat kosten. We vullen hem heel even in. De woonkamer is groot. Die is 50 vierkante meter. De keuken is 9 vierkante meter. Het toilet is goed. Al beneden was wel goed. De nieuwe badkamer is 6. De kelder is 2. En dit moet staan op 4. Zo. Dus die vierkante meters staan erin. Nou, laten we meteen maar even naar boven gaan. Want daar waren we nu eenmaal begonnen en dat kun je dan gewoon invullen. Nou, de badkamer die kun je hier helemaal inschatten. Ik heb hier gekozen voor een tegelvloer van 20 euro per vierkante meter. Aangebracht door de aannemer. Deels doen we ook zelf. Dat is natuurlijk helemaal een paal, maar het is even een inschatting. Dan gaat de badkamer iets meer dan 3000 euro kosten om dat te doen. Waarbij dus gewoon wasmeubel en toilet. En, je ziet eigenlijk wat er allemaal gebeurt. Niet zo heel veel, er wordt weinig vernieuwd. Er wordt alleen dus dat stukje muur bijgezet, maar dan moet er ook wat aangeheeld worden. Dus je moet hier ook nieuwe wandtegels aanbrengen. Dus zo simpel werkt het eigenlijk. En dan zie je hier de kosten iets hoger verschijnen. Dus als het dit moet worden. Het gaat heel even meer om het principe en Paul nogmaals mag het lekker allemaal zelf zeg maar zijn wensen of eigenlijk hun wensen, want hij gaat er niet alleen wonen, hij gaat er samen wonen. Ze mogen hun wensen hier inzetten en dan hebben ze natuurlijk een beeld van de kosten, niet alleen van de badkamer, maar zo dus van heel de woning. Dus die gaat zo echt alle ruimtes door. Dus we gaan even terug naar de tekening. En dan zit dus deze verbouwing erin en zo kun je ook de kosten van de overloop in beeld brengen. Maar nu gaan we naar de begane grond.
En daar moet eigenlijk veel meer verbouwd worden, of moet eigenlijk niet, maar dat is wel de wens. En ik zal je ook even laten zien waarom. En daarna gaan we nog even hebben over de overige risico's van het huis, want die zijn best wel groot. En die zijn niet alleen binnen, maar die zijn ook buiten. Maar we gaan eerst nog eventjes de verbouwing hier tekenen. Wat ze wil is deze hoek eruit. Dat ziet er natuurlijk heel makkelijk uit nu met een klein tekenprogrammaatje. Wat je denk ik ook beter met SketchUp kunt doen. Ik zal er ook nog even een bericht over maken hoe je tekent met SketchUp. Zelf voor de verbouwing is eigenlijk nog best gratis gewoon zelf te gebruiken. Moet je wel heel even verdiepen. Maar je ziet het hier is zeg maar echt een constructie van deze rechthoek. Dus hier is echt een draagpunt. Dus er zal wel hier een stalen constructie moeten om dit op te vangen. En ook hier beschadig je hiermee direct dit stukje vloer. En ook in deze ruimte dit stukje vloer. Maar ze wilden ook een compleet nieuwe vloer over de hele benedenverdieping. Dus dat is dan meteen opgelost, wil ik zeggen. Is natuurlijk niet zo, want hier beschadig je ook de wanden. Dus er moet ook gestuukt worden. En dan ook meteen weer het plafond. Dus een zo'n kleine aanpassing kost toch behoorlijk wat geld. Maar ja, je maakt natuurlijk wel de woning veel mooier open. Want het was wel een beetje een achterafruimte hier. Dus dat. En je kan hier dan ook zeg maar met de kostentool alles gewoon gaan berekenen. Dus dan ga je niet alleen de badkamer erin zetten, maar ook de begaande grond, de keuken, de buitenruimtes, etc. Maar goed, laten we even bij dit plaatje blijven voordat het te veel op en neer klikken wordt. Het gaat meer om het principe van een huis kopen. Wat komt er bij kijken? Specifiek bij het huis van Paul. En het is denk ik toch wel een mooi voorbeeld. En dan heeft Paul er ook direct iets aan. Zien we een aantal dingen. Hij moet nog de informatie opvragen bij het kadaster. Of de perceelsgrenzen helemaal kloppen. Want er is reden om aan te nemen dat de huidige eigenaar dat niet helemaal nauw heeft genomen. Dus dat zijn tuin niet compleet op zijn eigen grond ligt. En dat gebeurt ook in ons land meer dan eens. Dus dat zou ik zeker nalopen. En dat is je eigen onderzoeksplicht ook. Dus en, die onderzoeksplicht van een huis kopen. Dus bij jouzelf als een leek. Hè, ook al zeg je van ja, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Je wordt geacht de wet te kennen. En ja, dan moet je dit soort dingen controleren. Paul die moet ook de koopprijs opvragen. Want dat kun je gewoon opvragen. Voor een paar euro weet je dan wat het huis ooit gekost heeft. Als het recent is aangekocht. Hij kan ook huizen in de buurt gaan bekijken wat die hebben gekost. Om zeg maar een soort prijsvergelijking te krijgen. En hij moet ook een contract inzien met de energiemaatschappij. Want ook daar is reden om aan te nemen dat het nu maar klopt. Omdat de aansluitingen in huis niet kloppen. Dus waarschijnlijk klopt het contract misschien wel. Maar het is gewoon bekend dat die vorige eigenaar daar niet helemaal correct in is geweest. Dat hij dat toch een beetje zelf zeg maar niet zo heel erg netjes met alle afspraken is omgegaan. Niet heel erg erg zeg maar wel reden om dat even uit te zoeken. De vraag is of van het vrijstaand huis met openbare groen eromheen. Wordt het ooit bewandelbaar voor iemand? Hè? Gaat er ooit iemand zeg maar, een wandelpad leggen naast je huis? Dat weet je nooit zeker, maar je kan er even achteraan. En ik denk dat het bij dit huis ook heel erg belangrijk is om gewoon goed uit te zoeken op het gemeentehuis. Je kan gewoon naar afdeling bouwzaken om de tekening op te vragen, om alles op te vragen wat er is van het huis, van de bouwtekeningen, van de vergunningen. Is alles helemaal volgens vergunning gebouwd? Want kunt je het wel voorstellen dat, ik zal even een kleurtje maken, dat deze aanbouw is er later aangekomen. En ook hier is waarschijnlijk iets later aangekomen. En over zit hier naar die kant zit ook nog een stuk, maar het gaat vooral nu even om dit deel van de woning. Maar er is op het perceel behoorlijk wat gebouwd in de loop van de jaren. En de vraag is of daar allemaal vergunningen voor zijn, of die vergunningen die er zijn, ook daadwerkelijk gebouwd zijn. Dus in kubus, in hoogte, in plaats op het perceel. Want soms zie je nog wel dat de vergunning goedkeuring wordt verleend. Dan denk je, alles is goed, maar dan zou het nog kunnen dat de huidige eigenaar, en ik weet totaal niet of dat hier zo is, maar het zou kunnen dat het niet volgens vergunning is gebouwd. Mocht dat zo zijn, dat het wel, zeg maar, dat je wel een vergunning had, of de vorige eigenaar,
maar het is niet goed uitgevoerd volgens die vergunning, dan is het toch een probleem. En dan ben je niet helemaal vrijgesproken zelf. Dus dat moet je ook zelf onderzoeken. Nou, dus dat zijn wat hele specifieke eigenschappen van de woningen, die zou ik met Paul bespreken. Dat is niet zo relevant voor, zeg maar, de algemene tips als je een huis wil kopen. Er is wel een parkeerplaats aan de overkant van de straat waar nu de huidige bewoner parkeert. De vraag is of dat mag, is dat toegestaan, is er een vergunning voor, is dat zelfs een stukje eigen grond. Nou, het laatste verwacht ik niet. Maar het zou kunnen, dus je moet even weten of dat echt legaal is om daar te parkeren. Nou, een monumentstatus is natuurlijk al heel erg belangrijk om daarin te duiken, of is het misschien beschermd stadsgezicht. Ook gewoon als je naar de gemeente gaat, dan moet even op de site kijken van je eigen gemeente, wanneer daar gewoon inloopspreekuur is. Het heeft vaak dergelijke namen. Het is vaak bouwzaken of bouwen en wonen of afdeling wonen. Dan kun je gewoon kijken naar inloopspreekuur en heel vaak is er dat. Nou, dat betekent dat je wel lang moet wachten soms. Maar je kan wel even snel behoorlijk wat informatie krijgen. Ik ben altijd toch wel positief verrast wat je krijgt gedurende een half uurtje. En ja, voor de rest zijn het eigenlijk de standaard dingen bij een huis. Nou, dit is even voldoende. Ik zal in het bericht nog meer tips zetten. En je hebt in ieder geval nu een indruk van de kosten van het huis. Althans, hoe je dat kan bepalen. Hoe je de risicofactoren op een rij hebt. En ja, hoe je, zeg maar, beter grip krijgt. Ook al is het natuurlijk veel moeilijker dan een auto kopen. Om dan ook, zeg maar, die energie erin te stoppen. Om echt jouw droomhuis te kopen. Want dat is natuurlijk wel het doel. Nou, ik zou zeggen, succes. Nogmaals, ik zal de link eronder zetten van alle stappen. Ik heb 29 stappen voor je opgeschreven. Je kan ook onze app gebruiken. Dat is gewoon een gratis app waarbij je wat kosten in beeld kunt krijgen. Iets grover natuurlijk dan de kostentool die ik zojuist liet zien. Deze tool. Maar ook wel een indicatie van de kosten geeft. Maar goed, alle tips zie je bij elkaar staan. En je kan ook even nog de eerdere webinar bekijken over de twee onder een kapwoning. Nou, bedankt voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je op het plusje drukt van de video natuurlijk. Dan gaan ook meer mensen de video zien die een huis willen kopen. En dat is natuurlijk ons doel, om meer mensen te helpen die willen verbouwen en een huis kopen. Dus bedankt voor het kijken. En wellicht tot in een volgende video.